Jaren geduurd, maar de eerste concrete stap naar het bouwen van een replica van de Donjon in het Valkhofpark is nu eindelijk gezet. De Stichting Donjon heeft een volledige aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen indienen bij de gemeente Nijmegen. Even leek het erop dat de deadline van 31 december niet gehaald was, maar wethouders Veldhuis en Van Hees bevestigen dat de aanvraag uiteindelijk toch rond is. Ook zij weten echter nog niet wie de potentiële exploitant van het gebouw gaat worden. De Stichting Donjon heeft een concrete kandidaat, maar wil nog steeds niet bekendmaken om wie het gaat. Heel de regio is er klaar voor, schaatsen. Maar het wil nog niet echt zo vlotten. Overal wordt met mannenmacht gewerkt aan ondergelopen speelplaatsen en weilanden. Net zoals hier in Kekerdom. De gemeente Nijmegen heeft een vergunning verleend aan de corporatie Dela om haar uitvaartcentrum aan de Staddijk uit te breiden met een columbarium. Ofwel een urnemuur. Het complex dat Waalsteden heet is tevens een crematorium. Dela heeft ook alvast toestemming gevraagd om in de toekomst het gebouw uit te breiden, mocht dat nodig zijn. Vooralsnog heeft het centrum voldoende capaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen. Waalsteden werd in maart vorig jaar in gebruik genomen. In september was er nog kortstondig brand in het uitvaartcentrum bleek een gewone brandmelding te zijn dinsdagmiddag in de bakkerij van het ROC Nijmegen. De brandweer rukte uit, maar ging onverrichte zaken naar huis. Toch moest de brandweer nog één keer terugkeren naar het ROC. Toen waren er twee grapjassen die het al lang om nog een paar keer lieten afgaan. De twee, bij de leerlingen van het ROC, kunnen een fikse boete verwachten.